Dan zijn we aanbeland bij het laatste onderdeel. En dat is, hoe ontwikkelen we eigenlijk kruidenrijk grasland? Uit mijn ervaring over een aantal decennia lang heb ik vrij goed inzicht gekregen in wat wel en niet werkt. Nou, in principe kun je vanuit bestaand grasland proberen kruidenrijk grasland te ontwikkelen. Dus dan doe je het via aanpassing van je gebruik. Je kunt bestaand grasland doorzaaien, daar zitten nogal wat haken en ogen aan. En als je kale grond hebt ter beschikking, zou je ook door inzaaien kunnen doen. Hè. Dat is vaak bij omzetting van bouwland of tijdelijk grasland naar wat definitievere vormen. Het ontwikkelen staat ook op de achterkant van dit schema wat ik net al liet zien. Daar op de achterkant staat in een notendop eigenlijk hoe ontwikkel je en hoe hou je in stand. En ook wordt hier nog even het schema toegelicht. Ja, wat is de belangrijkste regel? Nou, wil je kruidenrijk grasland kunnen ontwikkelen, en dat bedoel ik met inheemse kruiden, dan moet je de opbrengst ten opzichte van die 10 tot 14 ton, die moet je eigenlijk zien te halveren. Als je op dat niveau bent, dan is het mogelijk om veel meer soorten grassen en kruiden een plek te geven, waardoor je soortenrijke graslanden krijgt. Dat kan je in 3 tot 6 jaar over het algemeen doen. Dat is lang in Wageningen, al in de 80, 90 jaar is daar uitvoerig naar gekeken op verschillende grondsoorten. Nou, op zand gaat dat sneller, ja, omdat daar dus vaak de uitspoeling van je nutriënten een rol speelt. En ik zal even de vuistregels geven. Wat je dan tijdelijk gaat doen, hè, dus in die periode, is dat je maait en afvoert. 2 tot 3 maal. Als het Engels rijgrasland is je uitgangssituatie, dan is 3 maal de eerste jaren echt goed mogelijk. Maar pas wel op dat je de bodem niet te sterk verdicht. Desgewenst, dat is voor sommige boeren wel heel belangrijk, dat ze ook nog het vee kwijt kunnen. Dat moet je in die ontwikkelingsperiode, daar moet je echt even voor kiezen om dat goed gedisciplineerd te doen. Maar naweiden is dan zeker mogelijk. Gemiddeld 1,5 grootte eenheid per hectare, maar dat is maar een gemiddelde. Je kan natuurlijk sturen met het aantal stuks vee en het aantal weidedagen. Als je dat alleen met weiden wil doen, vanuit een productief grasland, alleen door weiden naar kruidrijk grasland wil komen, dan gaat het in het begin nog wel even, maar dan stokt de ontwikkeling. En dat heeft te maken met de verhouding tussen het aantal koeien wat nodig is om graskruiden op te eten en geen verruiging te krijgen. En de hoeveelheid mest die ze natuurlijk dan op het land brengen. En de ervaring is dat je dan toch eigenlijk vaak blijft hangen in een type 1 of type 2 grasland. Bij uitzondering kom je verder. Dus ik zou zeggen, dat is nou niet het meest geschikte pad naar Rome. In ieder geval wel belangrijk is dat je in die periode het mesten achterwege laat. Dus tijdelijk. Maar dat je wel eens in de 3 jaar, bijvoorbeeld als je vaste mesten kunt aanwenden, dat je het bodemleven daarmee wel voedt. Dat is wel van belang dat je ook zorgt dat bodemleven, bodemstructuur ook de goede kant op ontwikkelen. Maar de rest, hè, mesten liefst achterwege laten. En het gewas ook niet al te lang de winter in te laten gaan. Behalve de stroken die je voor de fauna wilt laten staan of overwinteringstroken. En van heel groot belang, en dat kan ik niet voldoende onderstrepen in de ontwikkelingsfase, is dat je van die maaibeurten, dat je tijdig maait. Dat je eigenlijk een maaibeurt tijdstip kiest wat past bij het ontwikkelingsstadium. Geldt ook voor natuurbeheerders. Die moeten dan even een boerenbril eigenlijk liefst opzetten of een boer laten kijken naar het land. Van hoe ontwikkel je dit nou richting kruidenrijk grasland? Dan zal een boer toch over het algemeen beter weten en aanvoelen hoe die dat zou moeten doen. En dat is tijdig maaien. Dat betekent voor de eerste maaibeurt, als je begint met een rijgrasakker, maar dat zal niet vaak je uitgangssituatie zijn, maar dan zou je eigenlijk al in begin mei de eerste keer moeten maaien. Heb je een klassiek rijgrasland, dan is het ongeveer half mei, is nooit een datum voor te geven, hangt van het weer af. Heb je zo'n grassenmix, type 1, hè, 8 tot 10 ton droogstof, dan moet je eigenlijk in de tweede helft van mei er zijn. En heb je zo'n grassenmix plus, type 2, dan is eind mei vaak de aangewezen periode, om te voorkomen dat je bijvoorbeeld in die witbolgraslanden monotoon terechtkomt. Waarom is dat maaien op dat tijdstip, die tijdstippen zo belangrijk? Nou, je maait eigenlijk in het stadium dat soorten de grassen, de dominante grassen, tot een stengel gaan strekken en tot bloei gaan komen. Dan hebben ze namelijk de meeste energie in het bovengrondse zitten. En als je dan niet bemest, een paar jaar, dan is de hergroei van die productieve grassen, die verloopt echt een stuk trager.
En de aanwezige kruiden, dat zijn in het begin natuurlijk nog weinig, hè, maar dat heb je gezien aan die klavers en die kruipende boterdoem, die krijgen dan toch de kans om zich vrij sterk uit te gaan breiden. En ook nieuwkomers die profiteren van de minder grasse druk die je krijgt. Je krijgt er vaak al wat veldzuring in en soms ook smalle weegbree al. En ook kansen komen er voor minder productieve grassen. Na een aantal jaren kun je zelfs al reukgras gaan zien. Dat is nog redelijk veel aanwezig in Nederland als zaad. Beemdlangbloem en rood zwenkgras. En op die manier hou je ook licht en lucht in het gewas. Als je uitgestelde maaidatum al meteen gaat doen vanuit een productief grasland, dan is het met licht en lucht al gauw afgelopen. En het voorkomt bovendien dat je een zwaar gewas, een dominant gewas van witbol vossenstaarten krijgt. Nou, is dat wel je uitgangssituatie? En dat is in veel graslanden wel zo, dat je wel te maken hebt met zo'n zwaar gewas witbol vossenstaart. Wat is dan de aangewezen weg? Nou, je moet in ieder geval die eerste maaibeurt dan ruim voor de zaadzetting van het dominante gras uitvoeren. En vooraf ga je dan wel natuurlijk na of er wild of roedende vogels of vogelgezinnen zijn. Dat kan tegenwoordig wat makkelijker sinds de aanwezigheid van de drones. Niet altijd mogelijk om alles op te sporen, maar je moet wel, denk ik, even je best doen. Maar je wilt een doorgaande ontwikkeling hebben en dan past het niet om bij dat soort percelen waar echt geen vogels zijn, om toch maar gewoon die late maaidatum te blijven aanhouden. Dan kom je niet verder, wordt het ook nooit geschikt als kuikenland. Zijn percelen of brede perceelsranden eenmaal structuur- en kruidenrijk en geschikt als kuikenland op de weidevogelgebieden, dan kan het maaitijdstip opschuiven. Dus het is iets dynamisch. Het is niet de klassieke regel van altijd maar maaien na de langste dag. Dat is mooi als je al biodiversiteit hebt. Dan is het prachtig om na de langste dag te maaien. Ook dan zou ik zeggen, doe een deel ook eerder, want dan heb je variatie. Maar die regel van na de langste dag maaien moet je bij ontwikkelingsbeheer even helemaal vergeten. En waarom ook? Want kijk, hier zie je een beeld van een zode van gestreepte witbol. Laat gemaaid, hè, na 15 juni in verband met de weidevogeldoelstelling. Dan maai je het en dan lijkt het een vrij open zode waarvan je je afvraagt, waarom zie ik daar nog geen smalle weegbree, waarom zie ik daar nog geen klavers in zitten. Nou, dit kan jarenlang stand houden. Wat je wel ziet is enorme hoeveelheden witbolzaad. En er is zo weinig licht en lucht in die begroeiing geweest dat daar weinig schot in zit. Er is inmiddels op ingespeeld met ontwikkelpakketten met de grijze natuurbeer. Ik moet je eerlijk zeggen, daar heb ik me niet zo mee bezig gehouden. Het is wel wat ik in de praktijk zie. Je moet echt wel vasthouden aan ook het tijdelijk niet mesten. Dat is toch wel een hele belangrijke. Uitgezonderd dat je bodemleven wilt voeden met een beperkte hoeveelheid vaste mest. Maar ik zie het op veel plaatsen ook toch wel fout gaan als er dan toch gemest wordt. Want dan blijf je toch hangen in type die ik niet kruidrijk grasland zou willen noemen. Hoe hou je het nou in stand? Nou, ook daar geldt weer hetzelfde voor. Op dat schema, aan de achterkant, vind je een stukje dat gaat over het in stand houden van kruidrijk grasland. Met andere woorden, heb je je gewasopbrengst naar zo'n niveau van 5 tot 7 ton per hectare per jaar gebracht? Wat is dan eigenlijk een slimme vorm van gebruik? Nou, daar kan ik kort over zijn. Eigenlijk alles. Hoe meer variatie. Dus differentiëren naar gebruik is niet alleen zinvol, het is gewenst voor gewaskwaliteit en biodiversiteit. Je kan dus overgaan van dat tijdelijke beheer, wat vooral op maaien is gebaseerd, op combinaties van maaien en weiden. Overal waar boeren vroeger vee konden houden, deden ze dat ook meestal. En dat leidde tot hoge biodiversiteit, omdat ze nou eenmaal op dat lagere opbrengstniveau ook werkten. Beschikbaarheid van mest. Er was geen kunstmest en drijfmest in die hoeveelheden was er ook niet. Dat leidt tot bonte kamgrasweiden. Zo noem je dat, hè? Planten sociologisch gezien, zo zeggen de ecologen dat. En het woord alleen al, kamgrasweiden, doet je vermoeden dat kamgras vroeger echt veel voorkwam. En dat was ook zo. Prachtig gras, het komt nu nog wel voor, maar toch betrekkelijk weinig. Maar voorheen was dat 25% van het graslandareaal. Je kan ook het maaigebruik voortzetten. Ja, dus dat je zegt, ik blijf maaien afvoeren en misschien een nawei, maar ook strikt, hè, wat vroeger hooiland, permanente hooilanden waren. Nou, dan krijg je bonte hooilanden en dat was vroeger 5%. Vroeger praat ik dan over tot de jaren 50, 60. Dat was voorheen 5% van het graslandareaal. Niet dat we daarnaar terug moeten zozeer. We kunnen niet terug in de tijd, dat zouden we ook helemaal niet moeten willen. Maar met de kennis en inzichten van nu toch een manier zien te vinden om die biodiversiteit weer herstelkansen te geven. Nou, op zand moet je dan 1 of 2 maaibeurten toepassen en op klei en veen eigenlijk altijd wel 2 om het niet te laten verruigen, tenzij dat een deel van je doelstelling is.
Het tijdstip van de eerste maaibeurt nou, kan opschuiven. Hè? Dus inmiddels kan je inderdaad zeggen juni na de langste dag of zelfs juli. Prima. Hè? Dus hoe meer variatie, hoe beter het is. Nou, en alleen in uitzonderlijke omstandigheden zou je kunnen doorontwikkelen richting schraland. Maar dat is op klei en veen vaak moeilijk, tenzij het heel nat is of tenzij het heel droog en arm is. Hoe houden we nou die gras-kruidenmix in stand? Want dat kan ook namelijk je doel zijn. Het is niet zo dat je per se moet doorontwikkelen. Nou, je kan ook zeggen, nou oké, gras-kruidenmix is een mooie vorm. En in weidevogelgebieden raad ik tegenwoordig aan dat je naast een flink areaal type 2, gras-mix plus, dat je ook 10% gras-kruidenmix ontwikkelt. Want dat is eigenlijk altijd geschikt als kuikenland. Omdat de grasgroei niet zodanig is dat het in de periode van de kuikens een oerwoud wordt op dat soort percelen. Dus het is de moeite waard om ook in weidevogelgebieden net een klein tandje bij te zetten en om in ieder geval ook wel gras-kruidenmix te ontwikkelen. Hoe hou je dat in stand? Nou, onderhoudsbemesting, dat woord moet ook weer een herwaardering vinden. Want nu wordt vaak gezegd, mest is eigenlijk gif, hè, door sommige mensen. Maar dat is niet zo. Het is zelfs sterker. Je hebt het nodig om bepaalde begroeningstypen in stand te houden. En om een balans te hebben tussen energiewaarde en eiwitwaarde ook in je grasland. Maar ook qua soortenrijkdom. Want die kan sterk teruglopen als je dat niet doet. Nou, qua onderhoudsbemesting moet je denken aan 50 kilogram. Maar even in stikstof gepraat. Hè. Ik weet dat het beperkt is, maar we praten nu even over stikstof. 50 kilogram stikstof per hectare per jaar voor zand. Of per 2 jaar voor klei en veen. Bij voorkeur in de vorm van vaste mest. Ik weet dat het schaars is, maar ik zou mensen echt willen aanmoedigen. Vaak hebben mensen wel jongvee, toch iets van vaste mest. Doe dat dan vooral op dit soort graslanden of op je weidevogelgraslanden. Naweide of permanent weide naar draagkracht, voorweide, prima. Dat kan, maar wel naar draagkracht. En dan kun je dit kruidrijk grasland in de vorm van type 3 in stand houden. Nou, gemiddeld 1,5 groot veen per hectare, maar daar kun je dus variëren aantal dieren en weidedagen en systeem van bewijding. Bloemrijk grasland, hoe hou je dat in stand? Nou, wat sta je onderhoudsbemesting? Want dan bij permanent maaien geldt dat je ongeveer 50 kilogram stikstof per hectare per 2 jaar zand of per 4 jaar. Dus dat ligt dus iets lager niveau dan het vorige type. Ook weer vaste mest liefst, ook weer naweide of voorweide of permanent weide naar draagkracht. Maar dan gemiddeld 1 groot veen per hectare. Gemiddeld. Ja, schraalland, voor degenen die dat toch ook in gebruik hebben. Hooguit incidenteel bemesten. En dat doe je vooral op zand en veen om sterke verzuring te voorkomen. Dan verlies je namelijk niet alleen je biodiversiteit, maar ook je bodemvruchtbaarheid. Vaste mest of slootbaggen kan in sommige gebieden ook goed. Meestal wordt het permanent gemaaid, maar je zou ook na kunnen weiden. Ja, nou, dan is de manier waarop je dus kruidrijk grasland in stand kan houden. En er komt altijd wel een onderhoudsbemesting bij. Daar zeg ik straks nog iets meer over, want dat is een controversieel onderwerp. Ik begin er eigenlijk al mee nu, door hier de vraag te stellen. Moet je nou verschralen, hè? Want dat is een toverwoord geworden. En ik heb hopelijk nu uitgelegd dat verschralen geen doel op zich kan zijn. Het gaat erom om kruidrijk grasland te realiseren. En dat doe je deels door tijdelijk niet te mesten, om het opbrengstniveau omlaag te krijgen, de grasconcurrentie omlaag te krijgen. En je doet het via je maaitijdstip, beïnvloed je de structuur van een grasland. Want dat benadruk ik nog een keer. Dat heeft weinig met verschralen te maken, bijvoorbeeld op klei- en veengronden. Maakt het heel veel uit op wat voor tijdstip je maait, in situaties waar je niet mest. Wat ik net al uitlegde is dat de productieve grassen, maaien ze op een moment dat ze hun energie vooral omhoog hebben. Maaien ze zonder bemesting, dan krijgen ze het moeilijk. En dus zie je de begroeiing sneller veranderen. En dat heeft niet zozeer te maken, als je in de bodem zou kijken naar nutriënten, wil dat nog helemaal niet zeggen dat daar nou ineens zo heel veel verschoven is. Het heeft met structuur veranderd. Dus het is deels tijdelijk niet mesten, deels beïnvloeding door tijdstip van maaien. En op zandgronden is vooral relevant, moet je nou verschralen tot je een ons weegt. Letterlijk, hè, dat je nog maar 100 gram per vierkante meter overhoudt, of 1 ton droogstof per hectare. Nou, als dat bereikt wordt, zijn boeren over het algemeen al afgehaakt. Dat zie je in overeenkomsten die al 12 jaar lopen, met name in de zandgebieden. Dat boeren zich afvragen, is dit nou het doel? Dan is verschralen het doel geworden, maar niet de diversiteit.
En welke soorten zie je dan nog steeds wel veel in je grasland? Dat zou je op het verkeerde been kunnen zetten. Dat zijn reukgras en gewone veldbies. En al deze soorten die gaan verdwijnen. Maar je houdt deze vaak over. He, dus ook reukgras kan nog ver in het zure milieu doorgaan. En je krijgt vermorsing. He, dus veel mos, een toename van mossen. Zo ziet een soortenrijk grasland op droge zandgrond eruit. Het gaat om hele bescheiden soorten. Misschien 2,5 ton droogstof per hectare. Maar ga je daar op zat soort gebieden verder met je verschraling, dan krijg je grasmatten die gaan er op deze manier uitzien. Hier vermorsen, dus hier nog wel een biggenkruidje in staan. Je ziet vooral veel reukgras en dit is gewone veldbies. Hier zie je hem in detail. Die soorten kunnen heel ver in het zure bereik doorgaan, maar je diversiteit is dan al lang teruggelopen. Er kunnen bijzondere insecten zitten, maar dit is nou niet typisch iets wat je als algemeen doel moet stellen. Hè? Dus verschralen kan nooit een doel op zichzelf zijn. Nou, dan kom ik bij de betekenis van mest en die is heel groot, vooral weidemest. Het speelt een belangrijke rol bij geschikt kuikenland. Ik zei net al voorweide, kort voorweide, zeker in combinatie met wat hoge pijl, levert ook via de flatsen heel veel insectenverscheidenheid op. Hier zie je zo'n grasland wat is voorgeweid, uitstekend kuikenland in een gebied wat 3 boeren in hun gebruik hebben en waar echt hele hoge aantallen weidevogels worden gehaald. Mestgift zou ik uitstellen tot na de eerste snee, maar sommigen hechten eraan om toch een minimale hoeveelheid, bijvoorbeeld als dat kan, 5 ton vaste mest uit te rijden voor wat nestmateriaal en voor wat polligheid. Ja, dit plaatje vat eigenlijk samen dat boer en bodem, in mijn filosofie, boer en bodem hebben ooit wel centraal gestaan, maar in de tegenwoordige landbouw staan eigenlijk boer en bodem niet meer centraal, maar gelukkig zie je de eerste bewegingen dat bodem weer belangrijker wordt, maar nu ook nog boeren weer centraal. En bedoel ik eigenlijk dat weer boeren zelf meer initiatieven gaan nemen in plaats dat alles gedicteerd wordt vanuit wetenschap en ook vanuit de toeleveranciers en de afnemers. Iets meer over mest, omdat daar veel misverstanden over bestaan. Boeren streefden van oudsher naar wat wij nu noemen gebufferde bodems. Zij noemden dat niet zo, maar ze wisten wel heel goed wat dat was. En dat betekent in onze termen dat het binnen het bereik was van zwak zuur tot bijna neutraal. Boeren kenden geen termen als zuurgraad, maar in onze termen zou het zijn een zuurgraad, pH water, tussen de 5,5 en 6,5 of grofweg tussen 5 en 7. Waarom? Nou, dan behoud je bodemvruchtbaarheid. En wat veel mensen niet weten, ruim 80% van onze biodiversiteit hing daar lange tijd mee samen. Met dat boerengebruik, hè, binnen bepaalde grenzen. En natuurlijk met andere mesthoeveelheden dan tegenwoordig. Maar ook dus onze voedselvoorziening hing daarmee samen. En het belang van voedsel kan niet genoeg benadrukt worden als het om biodiversiteit gaat, als je weet dat dus 80% daar ooit mee samenhing. Belangrijk om dus om die wegen van natuurbeheer en landbouw toch weer rond, hè, dat centrale thema van voedsel te brengen. En ook vlinderbloemigen kunnen je natuurlijk een belangrijke bijdrage leveren aan je mineralenvoorziening, nutriëntenvoorziening. En daar komt steeds meer waardering voor, maar boeren hadden dat ook. In de mengsels die vroeger toegepast werden, zaten veel grassen en ook veel vlinderbloemigen. Het geeft een bijdrage ook in de stikstof- en mineralenvoorziening. En die vlinderbloemigen kan ik niet genoeg benadrukken. Als ik dit schema laat zien aan jullie, of dat als je het live zou kunnen zien nu, dan kun je merken dat in dit gedeelte, dus waar grassen overwegend nog zijn, dat er maar één vlinderbloemig is die daar vooral in voorkomt. Dat is witte klaver. En het duurt echt heel lang in die ontwikkeling voordat je ineens veel meer van die zwarte onderstreepte soorten vindt. Dat zijn allemaal vlinderbloemigen. Klavers, wikkers, veldlatiers. Die nemen dan echt zeer sterk toe. Straks kom ik terug op die vlinderbloemigen en de rol daarvan in de landbouw. Wat je wilt, en daarvoor pas je dus ook weidemest via bewijding of stalmestgiften toe,
is, of drijfmestgiften beperkt, is dat je sterke verzuring wilt voorkomen. En eigenlijk verlies je het bufferend vermogen bij een pH-water van minder dan 5. Dan komen er ook allerlei toxische stoffen vrij. En dat moet je niet willen. Zelfs niet als je natuurbeheersdoelstelling hebt, dan denk ik dat dit heel beperkt moet blijven. En je moet dus niet verschralen, ik herhaal het nog maar eens, tot je letterlijk een ons weegt. 100 gram per vierkante meter of 1 ton droogstof per hectare per jaar. Dan ben je echt doorgeschoten. Vliesbodemleven, biodiversiteit bovengronds, interesse bij de boer is weg. Je krijgt ook, en dat is voor de biodiversiteit van belang, een verminderde kwaliteit van je nectar en je stuifmeel. En waarschijnlijk ook, dat is wel duidelijk eigenlijk geworden uit de laatste onderzoeken, dat het aantal bloemhoofdjes van je kruiden neemt af. Ze staan er ook duidelijk veel minder florisant bij. Wat zijn nou de indicatoren voor sterke verzuring? Dat is een sterke vergrassing met gewoon struisgras en reukgras. Dan krijg je een eenvormige grasmat op zand. Een sterke toename van gewone veldbies en schapenzuring. En een toename van mos. Voor de mensen op zandgronden zijn dat dingen om op te letten. Maar je moet het eigenlijk voorkomen. Dus door wel aandacht te besteden aan instandhoudingsbemesting. Wat is nou basisvoedsel voor instandhouden van kruidrijk grasland? Je hebt verschillende soorten kwaliteit in de mest. Boeren probeerden vroeger niet voor niets overal natuurlijk vee te kunnen laten weiden, omdat dat een belangrijke bijdrage is aan gradiënten in kwaliteit ook van je grasland, maar vooral ook om een zekere buffering in de benen te houden. Je kunt er een ongebufferd systeem niet in één keer mee herstellen. Dan heb je vaak langzaam werkende kalk nodig. Maar door het te voorkomen ben je natuurlijk beter af. En dan werkt ook goede kwaliteit mest werkt bufferend. De verhouding tussen koolstof en stikstof, eigenlijk twee hele belangrijke bouwstenen in het leven. Ook daar wisten boeren natuurlijk vroeger niet de details van. Ze kenden die termen waarschijnlijk niet eens. Maar toch wisten ze wel hoe ze wat voor mest goede kwaliteit had. En ideaal voor de verhouding tussen bacteriën en schimmels, en die heb je eigenlijk beide nodig in je bodem, is een verhouding van koolstof en stikstof van 25. Nou, door de eeuwen heen wisten mensen niks van die getallen, maar ze wisten wel uit ervaring, vaste rundemest met name, strorijk en verteerd, die heeft ongeveer zo'n waarde. En is het stroarm, dan ligt er natuurlijk meer koolstof, dus dan ligt die waarde wat lager. Maar hier zie je bijvoorbeeld het voorbeeld, ik ga er niet op in, maar dat is paard, schaap, geit. Andere verhoudingen hebben elk hun eigen kwaliteiten, die mest. En nog ter vergelijking hooi, gras, compost, drijfmest. U herkent zich vast wel in die cijfers, want we hebben het natuurlijk de laatste tijd vooral over drijfmest. Kijk je naar het andere uiterste, blad, stro en zaagsel, dan zie je natuurlijk dat het aandeel koolstof schiet de lucht in. Ook dit soort dingen hebben hun waarde. Het is niet voor niks natuurlijk in de potstal. Dan gebruik je natuurlijk stro of blad, maar voorkeur stro. Maar er zijn ook andere materialen. En ook zaagsel wordt er wel bekeken. Nou, dan zijn er nog twee opties. Als je nou niet via gebruik, dus aanpassing van je grasland gebruik, het grasland wilt ontwikkelen. Maar tegenwoordig zijn we met minder geduld. En we zeggen ook, ja, er zijn zo weinig bronnen meer van zaden en ook in de bodem zit weinig meer. Weet je wat, we gaan doorzaaien. Ja, daar zitten haken en ogen aan. Het kan wel. Het kan zelfs zeer succesvol zijn. Maar dan moet je wel aan de randvoorwaarden willen voldoen. Nou, wanneer gebeurt dat? Ik zou zeggen, doe dat niet gelijk. Ga eerst via aanpassing van je gebruik kijken of je het naar het gewenste opbrengstniveau kan brengen. En komen de kruiden en grassen er dan nog niet die je zou willen zien? Dan is het ook kansrijker om door te zaaien op dat moment. En dan heb je het ook waarschijnlijk zonder, lukt het dan misschien niet. Het hangt van je omgeving af waar je in zit. Het is eigenlijk alleen zinvol in een grasmat met opbrengst van hooguit 8 tot 9 ton droge stof per hectare per jaar. Dus zit je een beetje op de overgang van dat grasland type 1, die grassenmix en die grassenmix plus. Dus vanuit een Engels rijgrasland moet je niet gaan doorzaaien. Dat is kansloos. Veel te hoge grassendruk. En dan moet je echt een paar jaar niet mesten. Dan moet je eigenlijk gewoon het ontwikkelingsbeheer toepassen. En dan kan je op een gegeven moment zou je kunnen doorzaaien. Dan is het nog het meest kansrijk in perceelsranden. En vooral langs sloten. En vooral als die hoog water hebben. En als je het op perceel zelf wilt doen, ga dat nou niet integraal. Maar doe het gewoon in banen. Het moet eerst maar blijken of het wil lukken. En dan verspreidt het zich van daaruit wel verder.
Het is altijd een combinatie van eggen en zaaien. Je moet wel iets met die grasmat doen. Niet te resoluut, want dan lijkt het meer op inzaaien en kale grond. Maar je moet niet alles beschadigen. Maar wel een beschadiging eigenlijk toepassen. En dan niet in het voorjaar. Dat lukt eigenlijk nooit. Dan is je grassendruk veel te hoog. Dus altijd in het najaar. Hè, als het wat rustiger is in die begroeiing. Augustus, september, zodra je de dauwnachten krijgt. Ja, het voorjaar is de gewasdruk te groot. Wees dan vervolgens niet bang om wel op tijd te blijven maaien. Hè? Want de mensen denken dan, ja, het moet allemaal kunnen bloeien. En het moet allemaal zaad verspreiden. En dan kun je pas maaien. Nou, dat is niet zo. Er zijn maar bepaalde soorten. Hè, raadvlaar wordt ook wel eens toegepast. Dat moet je wel mee oppassen. Dat blijft niet veel zaad beschikbaar. Of komt tot ontwikkeling als je te vroeg maait. Maar voor het gros van de soorten die vaak doorgezaaid worden. Die kunnen zich vegetatief ook prima uitbreiden. En als jij dus een te productieve grasmat waard inzaaien, kantje boord lukt, vervolgens laat gaat maaien, dan ben je alles weer kwijt. Dus hou vast aan het ontwikkelingsgebruik. Hè, wat ik al zei, gewenste soorten kunnen zich ook vegetatief of via nazomer of zomerbloeien uitbreiden. Ja, dan komen we nog bij het laatste aspect van inzaaien. En dat is dus als je het vanuit kale grond doet. En de kans van slagen is weliswaar groter dan bij doorzaaien. Een stukken groter. Er is veel experimenten mee gedaan. Maar er zit wel een maar aan. Als je een bestaande grasmat gaat ploegen, dan is het niet alleen zo dat je veel organische stof verliest, maar... gezien de CO2-problematiek waar volop discussie over is, is dat misschien niet het meest wenselijke wat je kan doen. Wat die problematiek betreft, dat heb ik net vergeten te vermelden, maar gebruik van kruidrijk grasland in het algemeen, hè, dus de verschillende kruidensoorten, levert ook een belangrijke bijdrage aan een reductie van je methaanemissie. Dat is een te ingewikkeld verhaal om dat nu even zo te vertellen. Maar in het filmgedeelte wat bij deze presentatie hoort, komt dat nog aan bod. Kans van slagen is groter dan bij doorzaaien, zei ik al. En als je in oeverstroken wil inzaaien, doe dan bijvoorbeeld niet te smalle strookjes. Het liefst in de buurt van wat hoger water. Dan gaat de ontwikkeling wat geleidelijker en vinden meer soorten een plek. Zeker als je daar ook op gericht bent, hè, met echte koekoesbloemen en moerasroklaven. En het wordt extra kansrijk als je langs je sloten, en dat kan een boer ook meestal zelf uitvoeren, of laten loonwerker dat doen, maar het hoeft niet veel te kosten, dat je iets licht laat ontgraven, net even die bovenlaag in een gradiënt vanuit de sloot. En vooral in weidevogelgebieden blijkt dat ook heel succesvol te zijn, omdat er namelijk een hele gevarieerde strook van wel 8 of 10 meter dan zeer geschikt kuikenland wordt. Je kan het ook overwegen natuurlijk, als je toch al grasland gaat vernieuwen. Niet dat ik een voorstander ben van hele frequente graslandvernieuwing, maar ben je daarmee bezig, dan kan je natuurlijk wel overwegen om dat niet alleen maar met Engels raaien te doen. Maar, en dat moet ik echt benadrukken, ga nou niet oud grasland, hè, structuurrijk grasland, daarvoor opofferen. Dat is een hele slechte zaak. Want daar heeft sowieso de bodem al behoorlijk goede kwaliteiten. En die zou ik niet op de kop willen zetten. Nou, oud is tegenwoordig een betrekkelijk begrip, maar vanwege die vele graslandvernieuwingen. Maar klassiek was het altijd meer dan 20, 30 jaar oud. Die graslanden zijn er nog steeds, maar zelfs als het maar 10, 15 jaar oud is, wees er toch zuinig op, zeker als het al veel gevarieerder is geworden in die jaren. Doe ook daar dan het inzaaien bij voorkeur in het najaar, ook al is het kale grond. Doe je het in het voorjaar, dan moet je wel een keer bloten om de akkerkruiden die dan opkomen, of de vogelmuren en al dat soort zaken, om die eventjes getopt te hebben. Je kan het beste natuurlijk met een zaaimachine werken. Dat hoeft in het najaar niet per se gerold te worden. Maar ik heb vaak genoeg ook gewerkt met gewoon de kunstmeststrooier, omdat het zaad plakt dan eigenlijk gewoon aan de bodem, net als met in de natuur gebeurt. Het zaad valt meestal gedurende de zomer, najaar, kiemt het. En dan is er voldoende vocht. Niemand heeft dat zaad ondergewerkt. Een oud boerengezegde is van... dat in het voorjaar zaaien is, leg me erop en ik... Nee, sorry, het najaar zaaien, leg me erop, hè, zaad, en ik kruip eronder. En in het voorjaar is, leg me eronder, hè, dus dan werk je het wel in en ik kruip eruit. Dat heeft natuurlijk met de vochtsituatie vooral te maken. Ja, wat ga je dan uiteindelijk inzaaien? En er is nogal wat in de handel gekomen, zowel inheems als veredeld.
En wat vooral de aandacht vraagt de laatste jaren, allerlei acties, de 1001 hectare, noem maar op, dat zijn de grassenmengsels eigenlijk met een aantal select kleingezelschap van veredelde kruiden. Je ziet, hoort er speciale bewijdingsstrategieën bij om eigenlijk de gezondheid die toegedicht wordt aan de kruiden in dat soort mengsels, en die er ook zeker is, om die tot zijn recht te laten komen zo lang mogelijk. Ja, ga je dus met veredeld materiaal aan de slag? Nou, ik denk dat als je alleen maar gewend was om met Engels rijgras en je rantsoen te werken en geen andere graslandkwaliteiten, dan is het een hele mooie eerste stap om eens te kijken hoe dat uitpakt. He, dan durf je vaak misschien niet verder te gaan dan dat. Maar je moet wel bedenken dat als je veredeld materiaal gebruikt, dan is er nogal wat verlies van genetische eigenschappen. Want dat zijn langdurige teeltprogramma's, vaak ook met soorten die helemaal geen herkomst Nederland hebben. En vaak gaat het om buitenlandse soorten of in het buitenland vermeerderd. En niet altijd goed aangepast aan onze situatie of niet langdurig. En wat ook een nadeel is, er is natuurlijk een uniforme toepassing op landelijk en zelfs Europese schaal van toch eigenlijk een betrekkelijk gering aantal soorten. De bloeiperiode van de meeste soorten is vaak, ook als je in weidevogeltermen praat, na het kuikenseizoen. Dus voor de weidevogels kuikens niet echt relevant meer. De soorten trekken ook vooral de opportunisten onder insecten aan. Niet alleen, maar de bulk toch wel. En dan denk je aan honingbijen, hommels met korte tongen en zweefvliegen en al dat soort zaken. Maar toch bedient niet de brede biodiversiteit die ook herstel behoeft. Ja, om wat voor soorten gaat het dan eigenlijk? Dat is wel bekend, denk ik, bij jullie. Het gaat natuurlijk vrijwel altijd om sigorij. Karwei zit er vaak in, ben je ook weer heel snel kwijt. Sigorij houdt het wat langer uit, is wat robuuster. Soms zit er veldzuring, smalle weegbree. Nou, veldzuring niet, geloof ik, dat is meer bij de weidevogelkant. Maar smalle weegbree, klaversoorten. Beperkt aantal eigenlijk. Esparset, maar goed, meer dan 10 of 15 waaruit gekozen wordt, zijn het niet. En dan zo landelijk uitgerold, daar zitten nogal wat nadelen aan. Het kan, zoals ik al zei, een positieve eerste stap zijn. Hè? Diergezondheid, minder monocultuur, minder mest nodig. Ja, er zijn geen enkele zichzelf respecterende graszaadfirma brengt dit niet op de markt. Dat kun jij stellen. En daar zit dus ook wel een forse reclamecampagne aan vast. Het is in zoverre prima, maar als het de herstel van biodiversiteit in brede zin gaat ondersneeuwen en de aandacht daarvoor verzwakt, dan is het een slechte zaak. Dus dat wil ik er wel bij genoemd hebben. Ik zei net, werkt bij voorkeur niet met veredeld materiaal. Maar er is op zich niks tegen. Maar er moet ook aandacht blijven voor de inheemse gras en kruiden en de diversiteit die daarmee samenhangt. Dat betekent ook dat je bij voorkeur niet met vermeerderd materiaal werkt. Er zijn ook firma's die wel met inheemse soorten werken, maar die vermeerderen dat op bedden. Daar is op zich niks mis mee, maar het moet dan wel regelmatig moet er een verversing zijn met de wilde soorten. Dat gebeurt de laatste jaren ook. Vermeerderd zaadmateriaal is door de manier van telen wel heel erg prijzig. Dus in de landbouwsector zou ik daar niet gauw naar grijpen. Het is heel kostbaar, dus moet je ook heel goed weten wat je doet en moet het ook slagen, want anders haak je al snel af en is het ook hele slechte reclame. Dan blijft er eigenlijk in Nederland is eigenlijk maar één firma, waar ik overigens geen belangen in heb, die inheemse gras-kruidenmengsels kan leveren. Gewonnen, gedorst in natuurterreinen, maar ook wel bij boeren. En met grassen en kruiden. En redelijk betaalbaar, de prijs-kwaliteitverhouding is daarbij goed. Daar heb ik al jarenlang, decennia lang eigenlijk mee geëxperimenteerd. Veelal gedorst en geoogst in biodiverse regionale bronterreinen. Je kan ook vragen of een specifiek terrein geoogst kan worden door dit bedrijf. Daardoor heb je een passende combinatie van grassen en kruiden. En heb je ook bestuiving door inheemse en bloembezoek en ook stuifmeel verzamelen, nectar, heb je door inheemse insecten. Hè? Dus je hebt ook de zaadrijping onder natuurlijke omstandigheden. En inheemse planten passen het beste bij de inheemse insecten, vogels en kleine zoogdieren. Nou, dit zijn, ik heb hetzelfde boerderij toegepast, dat is die middelste foto.
En dit zijn beelden die begroeningstypen die je vrij vlot kunt ontwikkelen met die inheemse graskruidenmengsels van Biodivers. Natuurlijk mogen ook de kosten niet onbesproken blijven. Vaak een reden voor mensen om te zeggen, we gaan het niet doen, want het is peperduur. Vooropgesteld, er zijn nogal wat aspecten die natuurlijk uiteindelijk het kostenniveau bepalen. In de eerste plaats kun je met eenmaal inzaaien volstaan, of moet je regelmatig weer opnieuw doorzaaien. Dat is een verschil met inheemse graskruiden toegepast in het goede milieu. En bijvoorbeeld de productief kruidenrijke mengsels met de veredelde soorten, waar je moet doorzaaien, omdat die soorten uiteindelijk verdwijnen, afhankelijk van je gebruik, vroeger of later. Dat maakt dus uit. Verder maakt het uit, dat heb ik ook vaak beproefd in experimenten en bij boeren, je kunt je graskruidenmengsel inheems ook mengen met een geschikt grassenmengsel, om de kosten te drukken. Er zijn geschikte grassenmengsels waar dan minder dan 30% Engels raai in zit, dat moet je wel eigenlijk voor zorgen. Dus niet de standaard rassenlijstmengsels BG3 of BG5. Die moet je eigenlijk niet gebruiken, zelfs geen BG11. Maar er is in Nederland zijn wel grassenmixmengsels te krijgen waar Engels rijgras maar een bescheiden aandeel in uitmaakt. Die kosten bijvoorbeeld maar 10 euro de kilo om even een richtlijn te geven. Dus dat zit meer in de buurt van wat je voor Engels rijmengsels betaalt. En als je dat dus mixt met die inheemse graskruidenmengsels, die vaak vanaf 50, 60 euro of hoger zijn per kilo, dan kun je je kosten drukken zonder dat het resultaat minder is. De zaadhoeveelheid die je gebruikt is ook weer een kostenreducerende factor. Want je gebruikt van die inheemse graskruidenmengsels eigenlijk nooit meer dan 15 kilogram per hectare. En dat scheelt ten opzichte van wat men gewend is in de landbouw om bij inzaaien hoeveelheden van 35, 40 kilogram te gebruiken. Ja, en dat duurzaamheidsaspect is natuurlijk wel een hele belangrijke. Hè? Dus je kunt je rijk rekenen, maar als je natuurlijk dan bedenkt dat je om de zoveel jaar weer opnieuw moet inzaaien, dan valt dat tegen. Het resultaat is natuurlijk ook heel anders. Hè? Dat heb ik ook gepoogd uit te leggen, wat de kwaliteit van het een en de ander is. Ik wil ze niet tegenover elkaar zetten. Ik denk dat in het toekomstige veebedrijf voor beide een plek is. Ja, voordat je nou de telefoon pakt, en dat is altijd wat mensen het liefste doen, het kost minste tijd, je belt iemand op en zegt ik wil zoveel kilo van dit zaad, kun je ook nog overwegen, en dat heeft ook eigenlijk sterke voorkeur, dat je kijkt in je eigen regio of er geschikte bronterreinen zijn. Dat kan bij je buren, bij terreinbeheerders zijn. Het kan ook bij andere boeren in je regio zijn. En oké, dat vraagt logistiek iets meer. Maar ook dat heb ik beproefd in het verleden op diverse manieren. En je werkt dan in ieder geval met inheems materiaal uit je regio. Je samenwerking met de mensen die het leveren, die gaat weer een stap vooruit. Hè? Ook terreinbeheerders, dus dat je samen hiernaar zoekt. Dus er zitten heel veel positieve kanten aan. En uiteindelijk, als je natuurlijk zelf meer kruidrijk grasland hebt ontwikkeld, ja, dan ligt het ook voor de hand dat je het van dichterbij kunt halen als buurman-boer. Nou, deze plaatjes laten nog even zien hoe groot die animo is de laatste jaren bij boeren voor alles wat te maken heeft met doorzaaien, inzaaien en dan met name kruidenrijk. Of een beperkt aantal kruiden, maar wel gezondheidsaspecten vooral dienend. Plaatjes zijn in dit geval in Overijssel, waar echt veel animo was, ook bij het doorzaaien in het najaar. Dit zijn daar plaatjes van die doorgezaaide rand. En de boer zelf was erg enthousiast over de toename van insectenrijkdom, zowel in voor- en najaar. En inmiddels vertaalt zich dat ook in de weidevogels die er gebruik van maken, de weidevogelgezinnen. Het is een gangbare boer met dit soort randen langs zijn perceel. Ja, dit zijn nog een paar plaatjes van zo'n doorgezaaide rand. Zowel hebben we het gedaan bij hoogwaterpeil als bij wat minder hoogwaterpeil in een veengebied. En in beide gevallen is het eigenlijk heel goed uitgepakt. Een van de grassen die je hier ziet, dat is het gras deze. En hier is die in vol ornaat. Dat is kamgras. Sommigen van jullie zien het voor het eerst. Maar dit was dus een heel gangbaar gras toen er nog veel meer kruidrijk grasland in Nederland was. Hier weer de vlinderbloemige.
die in het mengsel, hier is een kuikenlandmengsel toegepast. Het zijn eigenlijk basale soorten met in ieder geval ook een flink aantal vlinderbloemigen erin. Ja, dit is het laatste plaatje, hè, voor veehouderijbedrijven naar de toekomst toe. Het zal steeds meer gaan draaien natuurlijk om structuur, ook in je graslandvoer, herwaardering van kruiden. Kijken of je met inkruisen of zelfs hele andere, in dit geval blaarkoppen, kunt gaan werken. Verwaarding, meer waarde toevoegen aan wat je doet. En de toetssteen zal vooral zijn, denk ik, ben jij in de toekomst, of misschien zelfs nu, maar dan ben je een uitzondering, in staat om een bijenvolk te laten overleven, niet alleen op je bedrijf, maar ook gezond de winter in te laten gaan. Dat is echt een goede maatstaf. En als zolang er niet te veel honingbijen komen, zal het met de wilde bijen dan ook heel goed gaan. Bedankt voor jullie aandacht.